Even een kleine waarschuwing. Het kan zijn dat het geluid verkrekt is, want mijn nieuwe headset heeft schijnbaar iets minder goede geluidskwaliteit. Dus dit kleine bericht is gewoon even ingesproken via de microfoon van mijn laptop zelf. In ieder geval, veel plezier met de video. Yo gasten, lezers, kijk naar een nieuwe tutorial. Ik laat jullie zien hoe je van een VPS een VPN server kunt maken. Ik gebruik hiervoor voor de VPS OpenVPN Access Server. Het heeft wel enkele limieten, maar je hebt ook wel een webcontrol panel daarvoor. En je krijgt daarvoor wel een webcontrol panel. Zodat je gewoonweg kunt zeggen van ik wil hem aan of uitzetten en heel de rattenplan. Nou, we moeten eerst even uiteraard de server updaten. Zo even 1 à 2 minuten werk. Zoals je waarschijnlijk ook kunt horen, heb ik een iets ander geluid, want ik heb nou een Philips SHB-7250 headset. Hij werkt via Bluetooth. Dus dat geeft me ook de mogelijkheid om gewoon weg via Bluetooth op een Bluetooth-dongel gewoon weg geluid in te kunnen spreken. En dan kan ik gewoon weer vrij bewegen van waar ik naartoe wil en al even voor jullie even net een uitleg kunnen geven. Maar zelf heb ik het gevoel dat die microfoon een beetje erg gevoelig is, maar dat zie ik wel. Ik zet de opname even tijdelijk op pauze. Dat het updaten voor jullie iets korter duurt. Het update is klaar, dus ik zal nu even ook de VPS rebooten nadat de oude kernel is verwijderd. Om even verder uit te kunnen besparen en dat hij opstart met de recentste kernel. Dus ik ben zo bij jullie terug. Ik ben er weer, dus laten we OpenVPN maar installeren. WPKG, CPI, OpenVPN. En dan kunnen we gewoon weer nu dit adres kopiëren nadat we OpenVPN een wachtwoord hebben gegeven. Zodat we in de admin panel kunnen inloggen. Wat is er toch mis tegenwoordig met OpenVPN? Met zijn SSL. Firefox. Dan kijk ik even via Firefox wat aan de hand is. Want het zou eigenlijk gewoon moeten werken. Geavanceerd, uitzondering toevoegen, uitzondering bevestigen. Dan moeten we de authentication op local zetten. Dan gebruikt ze een interne database. User permissions kunnen we nu gebruik aanmaken. Ik geef de nieuwe gebruiker de naam VPN. En dan geef ik een wachtwoord. Dan zeg ik wil hem ook admin recht geven. En dan autologin toestaan. Opslaan. Update running server. En dan kunnen we gewoon weg zo naar connect. VPN. Als het dit wel goed is. Ja. En dan kunnen we nu OpenVPN Connect downloaden. Dus dat doen we ook even. Bestand opslaan. En nu moeten we even wachten totdat Windows OpenVPN Connect klaar heeft. Dus enkele minuten, dit duurt maar hooguit
Dit duurt maar hooguit enkele minuten. En het zal mij in de achtergrond alles afhandelen. Nou, dat je ook de profile kan downloaden. En of je VPN connection user en verified profile, ja. En ik ben nu verbonden. Ik wil niet, die wordt gevonden door andere systemen. Nou, dan ga ik naar whatsmyip.org. En dan heb ik hier het IP-adres van de VPS. / VPN. Dus, ik hoop dat je hebt genoten van deze tutorial. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En kijk ook vooral mijn andere video's. Dus, later! This video was made possible by Freedom. This video was made possible by Freedom.